Vorige week startte voor de vierde keer de Nederlandse Filmdagen in Utrecht. De belangrijkste Nederlandse filmmanifestatie, waarin niet minder dan 46 nieuwe films van eigen bodem en enige van onze Belgische zuiderburen zullen worden vertoond. Deze manifestatie is toegankelijk voor filmvrienden, filmfanaten en zij die het willen worden. Er is een ontmoeting tussen film- en televisiemakers. Er is een hommage aan Van Zanemakers en de films. Kortom, in Utrecht gebeurt wat. We laten u nu beelden zien van de feestelijke openingsavond, waarbij ook tal van buitenlandse gasten waren uitgenodigd. Mevrouw Vos, burgemeester, heeft een burgemeester nog tijd om films te zien? Nou, weinig helaas. Maar ik ben erg blij dat ik dus vanavond aanwezig kan zijn bij de opening van de filmdagen, die wij zo gelukkig zijn om hier in Utrecht te hebben. Wat betekenen die filmdagen voor Utrecht? Ik denk dat ze langzamerhand een traditie beginnen te worden. En wij hopen dat in ieder geval in Utrecht. Tot nu toe hebben we het gevoel dat de sfeer en het enthousiasme waarmee dat hier nu voor het vierde maal wordt georganiseerd, daar een goede aanleiding voor kan vormen. Wel bedankt en prettige avond. Danny. Mocht jij van de arbeidsinspectie wat, hè? Eigenlijk niet, nee. Nee. Maar je hebt het toch maar gedaan. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb toch die prijs gewonnen, dus. En die krijg je straks? Die krijg ik straks, ja. Dus. Goed, veel succes. Oké, okay, bedankt. Sorry. Het is vorig jaar een man geweest. Het is dit jaar geen vrouw. Het is dit jaar ook geen man. Het is dit jaar een jongen. En het is Danny de Munk. Danny? Heb je al die fans gezien hiervoor? Ja, die stonden al buiten, dus... Daar stond je op te wachten, hè? Ja. Ik ga nu even de microfoon aan jou geven. Wil je die even voor me vasthouden? Mag dat? Mag dat? Als jij nou dat ding even voor mijn mond houdt, dan... Kijk, is dit de prijs die je krijgt? Daar staat je naam op, Danny de Munk, aan de achterkant. En hier staat FIFA Trofee, filmacteur 1984. Fantastisch gewoon. Er komen nog fans. Ik moet zo dadelijk nog wat tegen je zeggen, hoor. Ik ben er trots op omdat het publiek het gekozen heeft en dat vind ik natuurlijk erg leuk ervan. Ja. Ja. Ja, ik vind het helemaal fantastisch omdat ik zelf niet had verwacht dat ik dit ding zou krijgen. Ik zal hem even laten zien. De vergulde klaver. Ja. Wat zegt u? De vergulde klaver, hè. Dus, ja, is heel mooi. En je moet hem ook niet, als je hem zo ziet, lijkt het net gewoon een bol. Als je hem zo ziet, is het een klaver. Wat ga je nog verder doen? Ik wacht tot ik 15 ben. En dan zien we wel verder. Dus ja. En ik ga gewoon morgen weer naar school. Dus ik kan niet blijven naar die film kijken. Dus. Wat heb je morgen op school te doen? Ja, leren. Ik bedoel wiskunde, Engels, van alles. Is hij goed in wiskunde? Nou, het is niet het sterkste punt. Maar op het moment gaat het fantastisch. Maar ja, het is ook de tweede keer overdoen. Tijdens de openingsavond vorige week ging de nieuwste Nederlandse film De Grens in première. De Grens is geschreven en geregisseerd door Leon de Winter. Het is het verhaal van een Nederlands journalist die naar een Zuid-Europees land gaat om daar te spreken met een leider van de verzetsbeweging. De rol van die journalist wordt gespeeld door Johan Leijsen, die van zijn vrouw door Linda van Dijk.